Als u getuige bent van een hartstilstand, is het belangrijk dat u kalm blijft. Hoe kalmer dat u bent, hoe beter dat het resultaat gaat zijn. Kijk dan ook naar uw eigen veiligheid. Of het goed is dat u veilig kan werken, kijk naar uw omstaanders en dat u daar rustig kan aan beginnen. Dan is het uiteraard ook heel goed dat u gaat kijken wat uw slachtoffer heeft. Is dat nog bij bewustzijn, is dat niet bij bewustzijn? Uiteraard spreken we vandaag over een bewusteloos slachtoffer. Dit bewusteloos slachtoffer is ook belangrijk dat u gaat controleren of hij nog ademt, ja dan nee. Die ademhaling controleren, doe dat zeker gedurende 10 seconden. Indien dit slachtoffer geen ademhaling heeft, is het nu heel belangrijk van de 112 te bellen. Als u de 112 belt, meld uiteraard dat u gaat met een reanimatie starten. Logisch gevolg: het slachtoffer is bewusteloos en heeft geen ademhaling. Uiteraard zeker niet vergeten van goed en duidelijk te melden waar de 112 moet naartoe komen, de juiste plaats, de juiste adres en zorg dat die ter plaatse komt. Hulpdiensten zijn onderweg. Start zo snel mogelijk met een hartmassage. U probeert van 30 compressies uit te voeren en daarna onmiddellijk twee beademingen. Dit blijft u doen tot de 112 daar is. De dag van vandaag zijn er op vele plaatsen defibrillatoren beschikbaar. Probeer van zo'n defibrillator ter plaatse te krijgen. En onthoud dat u eigenlijk maar twee zaken moet onthouden bij een defibrillator: dat is één, hem opzetten en de defibrillator zal u alles vertellen wat u moet doen. Dus probeer uit te voeren wat de defibrillator u vraagt. Dit alles in combinatie met een shock toe te dienen, ja of nee. Als die shock toegediend is, altijd nog twee minuten verder werken met de reanimatie, tot hij terug u zal onderbreken om een analyse te maken van een ja dan nee. De combinatie van de reanimatie met de defibrillator zal ervoor zorgen dat u het meeste overlevingskans heeft. Dit blijft u er uiteraard uitvoeren tot de 112 ter plaatse is en het van u overneemt.